mijn naam is Marente de Moor. Ik kom uit Nederland. Het boek heet De Nederlandse Maagd. Het is een roman die ik heb geschreven in 2010. En het gaat eigenlijk over grenzen. Ik woonde ook op de grens met drie landen toen ik dit boek schreef. En ik denk dat het heel erg duidelijk staat op breukvlakken. Hè? Dus de grens tussen twee landen, de grens tussen twee wereldoorlogen, de grens tussen het breukvlak tussen twee vrienden die elkaar uit het oog zijn verloren. Een tweeling zelfs. En daar springt het naar voor en naar achter tussen die twee momenten steeds. Ook de overgang tussen jeugd naar volwassenheid. En het belangrijkste thema van het boek is natuurlijk de schermsport. Daar is het omheen geboetseerd. En dat is ook een duidelijke leidraad voor het verhaal hierin. En ook het moment waarop een schermpartij begint. Dat je hebt een duidelijke symmetrische situatie die wordt verstoord. En het moment van die verstoring, dat is het moment waarop het interessant of juist gevaarlijk wordt. Het verhaal is tamelijk internationaal, hè? Wat ik al zei. Het is geschreven op grenzen van landen, dus het is misschien wel heel geschikt voor een prijs als deze. Tegelijkertijd, het is al vertaald in het Duits, hè? Het is uitgekomen bij Suhrkamp Verlag. En toen het werd besproken, groots besproken in de Frankfurter Allgemeine en lovend ook, voelde ik een zekere pieteit, omdat dit is hun geschiedenis. En dat zij dit boek op deze manier, er is een zekere verwerkelijking ook van je verhaal. Je verzint iets in de intimiteit van je verbeelding en vervolgens gaat die werkelijkheid ermee aan de haal. In Aken waren er mensen die familiegeschiedenissen hadden die heel erg leken op dit boek. Ook in België trouwens. En dat was heel wonderlijk. Je denkt dat je iets verzint, maar wie zegt dat de verbeelding geen deel uitmaakt van de werkelijkheid? En dat is iets wat je hoopt, dat zo'n prijs, als die grenzen overgaat, misschien dat het verhaal nog werkelijker wordt dan het nu al is. Ja, het heeft me lang geduurd omdat ik heel erg vasthield aan die werkelijkheid. Hè. Het is heel moeilijk om op een gegeven moment te kunnen accepteren dat je dingen volledig uit de duim mag zuigen. En dat heb ik mezelf toe moeten staan. En het eerste boek wat ik schreef, mijn debuut, was wel tamelijk autobiografisch en leunde heel zwaar op die werkelijkheid. Hè. Dat was dus De Overtreder. Dat was een boek dat personages en gebeurtenissen beschreef vanuit de Russische diaspora waarin ik heel lang heb vertoefd. En voor mij was het daarom makkelijker om daarbij een klein loopje misschien te nemen met de feiten. Maar over het algemeen steunde dat boek heel duidelijk op de realiteit. Ja. En vervolgens, ja inderdaad, het is heel raar dat je jezelf toestaat om dingen uit de duim te zuigen. Dat is iets wat ook wel een zekere gêne bij mij teweeg bracht toen ik het boek waarvoor ik hier deze prijs heb gewonnen en waarmee ik zo'n succes heb gekregen, dat is werken van A tot Z verzonnen. En dat vond ik, dat je iets in de intimiteit van je eigen verbeelding, verzint en dat je vervolgens creëert en dat het vervolgens, dat de werkelijkheid daarmee aan de haal gaat door journalisten en recensenten en de serieuze literatuurwetenschappers. Dat is iets waarbij ik aan het begin erg veel gêne heb gevoeld. Dat ik zei, ja, maar ik heb dit allemaal verzonnen. Het is totaal verzonnen. Ik kwam daar eigenlijk toevalligerwijze in terecht. Het was een optelsom van de eerste Olympiade in Amsterdam plus 18 jaar. En toen kwam ik uit in 1936. En mijn eerste reactie was, oh nee, nu zit ik in 1936 in nationaal-socialistisch Duitsland. En tegen zo'n onheilszwangere periode. Terwijl ik eigenlijk een boek wilde schrijven over deze periode in de schermsport. Maar ik ben eruit gekomen omdat over het algemeen de dagelijkse realiteit, dus het leven van alle dag, is veel hardnekkiger dan de headlines, dan de hoofdlijnen van die in de kranten terechtkomen.
Dus ik kon op die manier eigenlijk, ook door mijn Russische ervaring, ik heb lang in Rusland gewoond toen er heel veel gebeurde. Tuurlijk, 1936, ja, de Olympiade in Berlijn, ja. Maar dat wil niet zeggen dat mensen aan de ontbijttafel in Duitsland het alleen maar over de Führer hadden. Ze werden ook verliefd, ze hadden ook lievelingsliedjes, ze hadden ook ruzie of mode en dergelijke. En die vasthoudendheid van het dagelijks leven is veel belangrijker. Je schrijft geen geschiedenisboek, je moet dat niet al te opdringerig naar de voorgrond laten komen. En tegelijkertijd, wij weten nu, met de kennis van nu, weten we wat er toen aan stond te komen. Dus dan heb je al een hele mooie spanning aanwezig in het verhaal, omdat wij het nu lezen. De spanning tussen hartstocht, de spanning tussen hartstocht en rationaliteit is iets wat een heel belangrijk ingrediënt is van de schermsport, van heel veel vechtsporten. Iedereen die een sport als deze beoefent, weet dat je kunt laten meevoeren door de woede, want je haat eigenlijk je tegenstander, maar als je dat doet, dan verlies je. Dus je zult elke keer dat moeten inschakelen. Elke keer zou je die rationaliteit moeten inschakelen. En dit hangt eigenlijk als een sluier over dat hele boek. De jaren 30, het holisme van het nationaal-socialistische ideologie, steunde ook heel duidelijk op deze twee pijlers. Je had aan de ene kant had je bijvoorbeeld de verafgoding van de natuur, van de wilde, ongebreidelde natuur. En tegelijkertijd hadden de Duitsers in 1936 een Naturschutzgesetz. Dat is zo'n dik boek met alle regels hoe je die natuur moet beschermen. En dus de hele tijd dus inderdaad die strijd tussen dat je het enerzijds in toom houdt en aan de anderzijds het toelaat. En dat is ook heel eigen aan die traditie van de mensoer. Een bijna tribale traditie, hè, van waarbij je dus de ander verwondt in een schermpartij met als doel dat een jongen een litteken op het gezicht oploopt als teken van zijn mannelijkheid. Het is bijna een Afrikaans tribale ritueel, ingebed in de Duitse traditie, maar het zou niet Duitsland zijn als daar ook weer zo'n boek met regels aan ten grondslag ligt van hoe je dat dan moet doen. Dus de hele tijd zit dat in dat boek, die spanning tussen die twee.